En ik ben Puk. Toch niet? Nee. Wij zijn de Kookfysics van Kook TV. Nou, wat leuk dat jullie kijken. We gaan vandaag weer iets hartstikke leuks doen. We gaan namelijk iets met spinnenangst doen. Nu weet ik dat Puk spinnen eigenlijk heel erg leuk vindt. Ja, echt favoriete dieren. Nee, ik heb echt een gruwelijke hekel aan die beesten. Maar we gaan vandaag Hadassah namelijk helpen. Hadassah is 16 jaar oud, is gek op fotograferen en super, super, super bang voor spinnen. En nu willen wij haar natuurlijk helpen, want wat is er nou leuker dan van je spinnenangst afkomen? En dat gaan we doen door middel van een therapie. Een soort lichtjestherapie, ja, die je hersenen afleidt. Die je afleidt en afleidt, zodat je eigenlijk niet meer denkt aan de spin. Ja. En wij moeten van de therapeut moeten wij een spin zoeken. We hebben een potje ergens, die gaan we dadelijk zoeken. En dan gaan we spinnen in doen en dan gaan we er verrassen. En jij mag hem erin doen. Nou, onder de 0,5 millimeter doe ik hem er wel in. We moeten dus even een spin gaan zoeken. Kijk, ik heb dit. Perfect. Onder de 1 centimeter. Nee, we moeten gewoon een grote spin proberen te fixen. Oh. Deze? Is mini, mini, mini. Oh, wacht, die is heel klein. Ah! Shit, shit. Waar is hij? Oké, gewoon in één keer doen. Waar hebben we hem? Kijk, hij is heel klein. Dus hopelijk vindt mijn psycholoog dat oké. Okay. Nou, ik heb dus serieus al spinnentherapie gehad. Echt? Ja, ik ben dus ooit onder hypnose geweest om van mijn spinnenangst af te komen. Als ik een spin op televisie zie, droom ik gewoon 2 weken lang over spinnen. Toe. We hebben haar lievelingsbeest bij ons. Dus we gaan even die aan haar cadeau geven. Ja. Hadassah, waar ben je? Oh, ze is er. Oh ja. Hadassah! Hi. Hallo! Ik ben Anne. En ik ben Puk. En wij zijn van Kook TV. En je hebt een lievelingsdier, toch? Jazeker. Wat is jouw lievelingsdier? Spinnen. Echt? Nee. Hoe leuk zou je het vinden als ik die nu hier voor jouw gezicht heb? Oh, sorry. Waar is die? Oh. Nou, dit is Henk. We nemen Henk de hele dag mee. Wil je ervan af? Heel graag. Zullen we gewoon lekker gelijk een klein jasje aan en gaan met je banaan? Nou, we zijn weer een uur verder. Gaat het een beetje erachterin? Ja, dat is wel te doen, toch? Ongezellig, hè, met mij. Ja, we wisten eigenlijk al een beetje dat jij bang bent voor spinnen. En je wist ook wel een beetje dat wij langs zouden komen. Ja, dat wel. Ja, want dit is natuurlijk een onderwerp die best wel lastig is. En daar hebben we iets meer voorbereiding voor nodig gehad dan normaal. Ik hoop gewoon dat je na vandaag denkt van, ik ben iets minder bang voor spinnen of zo. Ja, dat ik gewoon heel erg van af ben. Ja, dat zou helemaal chill zijn. Maar onder ga je nou ook die therapie? Ga je dat ook zo meteen doen? Anne, die verklapt weer. Ik verklap ja, ik denk dat ze wel. Nou, ik heb de verrassing weer verklapt. Hartstikke leuk. We gaan dus daar nu naartoe. En wat we daarna gaan doen, dat doe ik hier nog niet. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel erg veel zin in. Nee, hè? Je hebt er helemaal geen zin in. Ik zie het aan je. Nee, het komt helemaal goed, joh. Hoop het. En straks ben je er vanaf. Hoe lekker is dat? Ja, dat is heerlijk. Nou, jongens, ik zie het daar al. Het is dus een psycholoog, gespecialiseerd is. En die gaat ons helpen. Je hoeft niet daar heel lang één op één te praten. Maar het is dus EMDR-therapie. En dat is dus aan de hand van lichtjes worden je hersenen afgeleid. En ga je, als het goed is, de spinnenangst vergeten. Ja. Hoi, hey, hallo. Hey, dit is Hadassah. Hoi, welkom. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik heb gehoord dat Hadassah bang is voor spinnen. En we gaan proberen om Hadassah daarvan af te helpen. Wat we eerst gaan doen is eventjes erover hebben van wanneer ben je bang en waarom ben je eigenlijk bang. Vervolgens gaan we een EMDR-behandeling erop doen. En daarna gaan we een exposure-behandeling doen. Bij de exposure gaan we blootstellen aan de angstige situatie. Gaan we spinnen laten zien aan je. Misschien zelfs wel vasthouden. En hopelijk dat allemaal goed zal gaan. Hey, hoe klinkt dit voor jou als je dit nu zo hoort? Nou, het vasthouden deel, iets minder, maar gewoon aangeven als je iets niet fijn vindt of niet meer wil. Maar hoe groot is de kans nu dat Hadassah dadelijk met een spin op de hand zit? De kans gaat ook heel groot in. Ik denk dat je als we weggaan dat we het wel zo gaan stellen dat je in ieder geval 1 spin hebt. Nou, ik vind het wel tijd om te beginnen. Nou, dus dan gaan we beginnen. Ik ben heel erg benieuwd sinds wanneer je die spinnenangst hebt. Sinds mijn 10e denk ik ongeveer. Wat vind je zo eng aan de spin? Ze zien er gewoon vies uit en zo. En ze lopen altijd super snel. En ze maken gewoon die onverwachte bewegingen en zo. Babyspinnetjes vind ik gewoon meevallen. Ik vind het toch ook niet zo fijn, zeg maar. En heb je dan ook een beeld voor jezelf waarvan je zegt van dat vind ik echt heel eng om te doen? Sowieso vasthouden zou ik echt niet willen. Ik denk dat het gewoon goed is om over te gaan naar stap 2, hè, wat we net al vertelden. We gaan nu de EMDR opstarten. Dus wat we nu gaan uitzoeken is wat er dan ook echt in jouw hoofd speelt. Je bent eigenlijk ook het meeste bang voor de spin die dan op jou loopt. Dat lijkt jou de ergste angst die er kan gebeuren. En waar ben je dan bang voor dat er dan gaat gebeuren? Gewoon dat hij helemaal op me gaat lopen en rennen. Wat we eigenlijk dan willen is zo meteen is dat je naar het plaatje kan kijken en van denkt, nee, ik kan het aan dat die spin op me. Wat komt er nu bij je op? Niks nieuws. Wat zie je in het plaatje gebeuren? Dat de spin sneller loopt. Concentreer je daarop. Nou, hoe was je ervaring met de EMDR?
Ja, wel goed op zich. Ja? Ja. Nou, dan gaan we zo over naar het volgende onderdeel. En dat is de exposure. Eerst even op adem komen. Ja. Ja. Laten we dat eerst even. Zo rustgevend, jouw stem hoor. Zo. We zijn nog nooit zo stil geweest. Ja. Zo. Nou, de sessie zit erop. Ja. Hoe was zo. Het? Ja, het was wel heftig. Het was wel, ja, het is toch apart of zo, weet je wel. Ja, ben je een beetje rustig? Ik ben helemaal zen geworden. Ja, even bijkomen en dan kunnen we dadelijk door naar de exposure. We zijn bij de exposure. Dan gaan we kijken van, krijgen we het voor elkaar dat Hadassah inderdaad de spin op de hand of de arm hebben. Dus eigenlijk vond je het op je arm het meest eng. We hebben wat spinnen afgelopen weekend hebben we verzameld. Met name de huisspin en de kruisspin. Laten we met Henkje beginnen. Oké, ik zet hem neer. Mag je hem ook wel pakken? Als je dat wil, mag je hem al pakken. Maar we kunnen hem eerst vrij laten in een witte bak. Ze is niet bang. Oh, gaat goed. Blijf ademen. Je hebt al één stap gedaan, man. Wij deden vanochtend dit met het potje en jij deed... Dus dit is echt al een hele grote stap. Hoe is het zo voor jou om te zien? Nu die daar zit, vind ik nog wel prima. Nou, mag je je vinger achter hem eerst plaatsen. Dan mag je hem volgen waar hij loopt. En wanneer jij denkt van, nou, ik durf het aan, mag je hem ook voor je plaatsen. Maar dan kan het wel zijn dat hij inderdaad op je gaat lopen. Ja, kijk. Wow, je bent zo'n snelle leerling. Wauw! Wat we nu gaan doen is een wat grotere spin gaan we uitzoeken. Je zei, deze vind ik het meest enge. Wat we uiteindelijk vandaag gaan proberen is in ieder geval deze voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen het doen met een tussenstap of we kunnen het in één keer gaan doen. Doe maar gelijk dan. In één keer? Ik denk dat het Thea is. Thea is heel lief. Heeft een dik lijf, maar wel goede enkels. Dat kan het niet meer. Oh! Als je nu naar kijkt, hoeveel spanning wekt het op? Hoe schaaf 0 tot en met 10? 8, 7, 7, 8. Hiervoor zou het 10 zijn geweest. Oké, dus het is wel wat lager geworden. Oeh, je hebt hem aangeraakt al. Stap nummer 1. Gaat ook echt goed. Ja, dit is echt, echt knap dit. Neemt de spanning al een beetje af? Ja. Oh, ze is een beetje dronken. Is weer naar zo'n clubhuis gegaan. Ik vind het ook echt... Oh, je hebt het gedaan! Kijk nou, hij zit er. Oh, je bent zo goed. Het valt mee, toch? Ja, het valt alles wel mee. Wat is het spanningsniveau nu? Nou, vind je niet echt erg of zo nu. Dus op schaal van 0 tot 10? Shit. Nou, 0 denk ik. 0. Ja. Oh, ik denk dat je nu wel je antwoord hebt overwonnen. Ik probeer. Ja, hartstikke goed. Kijk nou, ze zit lekker te slapen, Thea. Gaan we hem vrij laten? Laten we hem vrij laten. Gaan we hem weer de natuur laten. Ja, leuk. Oh. Oh, ja, kijk, daar is ze. Oké, even loslaten. Nou, Hadassah heeft in ieder geval een spin op haar arm laten lopen. Dus dat is heel goed. En, we gaan zo naar een volgende verrassing. Ja, want de angst is nu natuurlijk al wel een beetje overwonnen. Ja. En we gaan dadelijk kijken of die echt weg is. Maar straks daarover meer. We gaan het iets groter aanpakken. Maar dan was ik buiten. Ja, die Puk gaat gewoon lekker mee. Okay. Goedendag, hallo. Hi. Anne, Rendo. Wij hebben deze dame meegenomen, want die is ontzettend bang voor spinnen. Ja. Ze heeft net de therapie gevolgd om een beetje over haar angst heen te komen. En dat is eigenlijk best wel goed gelukt. We willen toch nu even een upgrade. Nou, ik heb hier een Chileense vogelspin zitten. Heeft hij een naam? Niet Tommy of zo? Nee. Zullen we een naam geven? Frederik hoor ik. Frederik is wel lief. Als je het nou in de aanvalshouding... Dit gaat er niet te worden. We gaan even kijken of we andere kunnen vinden. Oh, dit is een aanvalshouding. Ik bedoel die bijten. Vanmorgen kwamen we nog niet zo dichtbij bij Klein Henk. Ik vind heel deze ruimte al gewoon helemaal niet. Het probleem is dat het te warm is nu. Dan worden die vogelspinnen een stuk agressiever. Het is een dreighouding. Het kan ook enkel dreigen zijn, maar we gaan natuurlijk geen risico nemen. We gaan geen risico nemen. Dat lijkt me niet. Dus je hebt eigenlijk gewoon heel veel mazzel. Heel jammer. Ja. Oh, maar daar kan je toch ook bijten? Maar ze springen niet. Dat is steeds enger zo. Ja, inderdaad. Ja. Nou, twee. Sarcastisch ben jij. Je ging al een heel stuk dichterbij staan, omdat je morgen bij je Henk deed. Ja, dat wel. Ja. Het heeft dus echt wel eigenlijk geholpen, hè? Ja. Maar heb je een ander beestje wat we beet kunnen houden? We kunnen verschillende dieren vasthouden. Kijk, dit is nou meer mijn terrein. Slangen vind ik dus helemaal niet eng. Die zou ik zo in mijn nek doen. Ja, echt niet stoer. Als ik dadelijk zeg doe, dan doe ik het ook. Oh, hij is best wel lekker zacht. Jullie ook niet echt? Nee. Ik vind het wel eng hoor. Pak hem. Ben je trots op dat ze ook heeft super gedaan? Trots. Ja. Zeker ook dat ze net op een gegeven moment ook zei van nou ik had het toch eigenlijk wel willen proberen of ik vind het ook wel weer een beetje jammer. Maar als ik kijk hoe makkelijk ze de hand er net in stak, vind ik het wel heel knap dat ze dat ook zo graag heeft gedaan. Ja. Eigenlijk hebben we elke keer gevraagd, durf je dat wel? Dan zat je er al in. Nee. Eigenlijk wel. Ja. Woe! Zo, angst overwonnen. Helaas wilde hij niet helemaal, maar we zijn toch voor de veiligheid gegaan. Ik vind alsnog dat je het echt super goed hebt gedaan. Heb je een leuke dag gehad?
Ik vond het heel leuk. Ja? En ook wat geleerd, hoop ik. Ja, ja, zeker. Het heeft wel geholpen, hè? Ja, het is zeker geholpen. Ben je trots op haar? Ja, absoluut. Ik ben ook trots op jou, hè? Ja, een paar poten gezien. Ja, was niet leuk. Maar vonden jullie dit wel een leuke video? Laat het even weten in de comments. En zeg ook even hoe heldhaftig je Hadassah vond. Want dat vond ik namelijk wel. En vergeet niet even een duimpje natuurlijk omhoog te doen. En te abonneren, want dan mis je niks van ons. En misschien heb jij ook wel een wens voor jezelf of voor iemand anders. Laat het ons weten en wij komen volgende keer jouw kant op. Doei. Wij gaan even bijkomen en bies de volgende. Maar ijs gegeten? Ja, lekker. Heerlijk. Lekker. Doei. Doei. Doei.